aflevering 140 hebben we het geval belicht van mevrouw Ahmad Galim in Koroni. Een trieste situatie van een vrouw met een erg zieke man die onderdak, voor zover je het onderdak kunt noemen, geniet in een loods. De toen waarnemer DC Shankar had beloofd wat aan te doen, maar nu na bijna 3 maanden is de situatie hetzelfde gebleven. We gaan het item voor u herhalen. U hoort ook de reactie toen van DC Shankar. Er komt hulp. God is met ons. God met ons. Dit moet gebeuren zodat we hulp kunnen krijgen. Mijn woorden waren dat wij als Surinamers meer moeten letten en zorgen voor elkaar. Hoe heet hij? Ahmad Galim Hendrik. Is het u? Ja, is mijn man, ja. Hoe lang is hij al zo? Hij is precies 7 januari 2008, precies een jaar zo. Hoe komt dit? Hij heeft plotseling hersenbloeding gehad. Een van die grote vaten in zijn hersen is opengesprongen. Is hij dan opgenomen in AZ en na 2 weken is het weer opengesprongen. En dan is het ook gaan opzetten dat hij vandaag nog hier kan zijn. Is Gods wil geweest. Is Gods genade en Gods liefde. Het is door gebed en ook de medewerking van de doktoren natuurlijk. Mijn dank aan AZ. Oké, wat is er precies gebeurd dat hij die hersenbloeding gehad heeft? Waren de problemen? Want hoe lang wonen jullie hier? Ik woon al 2 jaren hier. Maar dit is toch geen manier van wonen? Ja, ik woonde eerst in een huurhuis. En later moest ik weggaan van de huisbaas. En ik kon nergens een huis vinden om te huren. Is via contacten heb ik dan een plaats hier gehad. Het is alleen deze stuk hoor. Deze stuk is van iemand anders. Maar die is nu op het ogenblik met vakantie bij de justitie. Dus het is rustig? Het is een beetje rustiger. Hij is volgens mij, heeft ook misschien ook te veel geërgerd. Ik weet niet. Misschien had hij problemen of ik weet echt niet. Plotseling, het is de een of andere dag, want hij is opgestaan, heeft me die morgen nog gewekt. En plotseling toen hij opstond, is hij daar voor de deur gevallen. Hij en ik alleen. En God daarboven? En God daarboven, ja. Dat ik hulp kon roepen van iemand om me naar de dokter te brengen. Oké, okay, u zou eigenlijk vanmorgen bij sociale zaken aankloppen. Ja. Krijgt u hulp van de overheid? Ja, hij kreeg financiële bijstand, 100 SRD per maand. En dat zou... Hoeveel zei u? 100 SRD per maand. En ik moest dat gaan regelen vanmorgen. En ik moest ook die zuster melden om zijn katheter te verwisselen. Ik heb wel een zoon, die is aan het werk. Dus hij zorgt eigenlijk voor ons. Want ik kan helemaal niets meer doen. Want alleen aan hem kost het meer dan een halve dag. En het was een fitte man, het was iemand die aan sport deed of zo? Hij sport niet zoveel, maar hij heeft wel hard gewerkt in zijn leven. Wat heeft hij gedaan het laatst? Hij was vroeger woonden wij in Ikeri, hij was kassier bij Van Dijk. Later heeft hij ontslag genomen, heeft hij dan een reisbouw gedaan. En wegens omstandigheden, u weet hoe hard het nu is in het land, hebben we alles verloren. En dan geloof ik dat dit moet gebeuren nu, dat God een grote plan met ons heeft om zijn licht te laten schijnen. Eigenlijk over heel Suriname wil je dat doen. Misschien. En dan. Heeft hij pijn? Hij heeft geen pijn, maar hij is altijd zo emotioneel. Als je hem vraagt, wil hij ons wel. Hij schrijft wel soms af en toe voor me. Maar hij huilt als iemand hem komt zien of zo, dan begint hij te huilen en zo. Ja, maar ik kan me dat voorstellen. Als je al die tijd fit bent geweest, je hebt zelf reis gepland, wat ik niet eens zou kunnen. En dan zit je zo in zo'n rolstoel waar je niks kan doen. Deze rolstoel heb ik ook als schif gehad van de familie Salim. Trouwens, één ding, naast de liefde waar God eigenlijk ons de opdracht toe geeft nadat we hem erkennen als onze schepper. Hoe ervaart u naast de liefde hier in Koroni? Naast de liefde krijg ik wel hoor, maar ja, je kan niet op de mens berekenen. Ja, we moeten. Naast de liefde betekent elkaar. Wel steun van de een of andere familie.
Behalve materiële steun, kon men ook langs, kon men met u zitten, kon men u helpen vaat te doen of te koken of wat gebeurde? Koken, alles doe ik zelf. In de tijd deed mijn dochter wel, af en toe kwam ze hier, maar nu is ze hoogzwanger. Dus daar kan je echt niet veel meer van haar verwachten. Ik heb ook een geestelijk dochter van de Heer gehad, die komt ook af en toe. Maar die is ook intussen in een gezegende toestand, dus nu doe ik alles. Dus eigenlijk iedereen die met jullie aanraken komt, die is vruchtbaar geworden. Ja. En mijn zoon die kan me nu ook niet meer helpen, want hij moet van 7:30 tot 13:00 werken. En van 8:30 tot 21:00 werken om voor ons te zorgen. Want ik kan echt helaas niets meer doen. Wat deed u? Ik ging een beetje chips bakken. Ik ging brong maken. Maar ja, mijn gezondheidstoestand laat het ook niet meer toe dat ik achter het vuur moet staan. Dus ik maak alleen maar een beetje groepessie om mijn zoon te helpen. Maar het zwaarste is wel voor mijn zoon. Hij doet alles voor mijn stroom betalen, water betalen, huishouden, alles. Kunnen we misschien proberen kijken of we iets voor onze grote 1 voor 12 familie op papier willen zetten? You are Alpha and Omega. We worship you. Ik heb 1:12 eigenlijk geroepen. Het probleem is eigenlijk, ik heb 7 jaren terug een perceel aangevraagd hier op de hoek. Nee mevrouw, echt waar niet. U hebt het aangevraagd. Hebt u papieren gehad? Ik heb papieren daar. Ik heb ze klaar zitten om u te wijzen. U heeft een bereidverklaring gehad? Die bereidsverklaring heb ik tot de dag van vandaag niet gehad. Ik werd van de kas naar de muur gestuurd en zo elke keer. Ze hebben me gestuurd naar grensinspectie. We hebben daar geregeld. Het is in orde. Papier is gekomen naar Coroni. DC Walden heeft advies gegeven. Positief? Ja. Is teruggegaan naar de stad. En dan krijg ik weer te horen. Het is naar de glis. Op den duur ben ik dan hulp gaan roepen bij onze parlementariër. Wie bent u geweest? Bij dokter Brewster. Die heeft gezegd, het is bij glis. En later werd ik geroepen, zeg, het is niet meer bij de glis, het is bij de minister. Maar als ik telkens ga vragen, zegt hij, het is bij de minister, mevrouw. Maar de minister heeft nog geen opdracht gehad om te tekenen van wie de minister opdracht moet krijgen. Dat weet die grote man daarboven. Dat weet ik echt niet. En met dit hoop ik dat de minister zijn hart wordt aangeraakt en dit papier voor ons kan tekenen. Zodat ik dat perceel kan krijgen of een ander perceel gaat geven, ik weet niet. Een stukje Surinaamse grond, daar hebt u recht op toch? Ja, en als ik dit zou moeten krijgen, zou ik dan de 1:12 familie vragen om me te helpen het te ontbossen. Want ondertussen is die hele perceel ook een grote boesboesie geworden. Ik ga u straks... U had het al op school gemaakt? Ik heb niets schoongemaakt, want ik mocht niet van de DC. Zij, ik mag niets eraan doen als ik nog geen bereidsverklaring heb gehad. Om te ontbossen, egaliseren, zodat het bouwrijp wordt. Zodat we kunnen kijken wat we kunnen doen. Als er enig hulp kan komen om een huisje daar te bouwen. Welkom, maar ik kan het echt niet meer uithouden hier. Want ventilatie, oké, nu is het droge tijd. Dus je ziet, alles is droog. Maar als het regent, 1 morserij hier, alles wordt nat. Ook de kamer krijgt water. Ook waar hij ligt in de voorzaal krijgt water. Dit heb ik via een familie gehad, dat ik een keukentje kan maken. Want alles geschiet daar binnen in dat hokje. Maar DC, ik heb een verzoek. We komen net uit Coroni. En het valt nog steeds onder u voorlopig, hè? Jawel. Oké. Nee, dus Sana, probleem. We zijn nu daar net geweest om... Er is een woningbouwproject daar, hè? Met Oedolosse huizen. Zo. Ja, ja. De focus was niet op die huizen, maar er is een loods daarvoor... en er woont een mevrouw met een gehandicapte man wonen daar. En die man heeft in Ikeri oorspronkelijk gewerkt bij Van Dijk als administrateur...
En het gaat om de familie Ahmad Galim. En het vertrek waar ze wonen is absoluut ongeschikt. Maar één van die woningen, zou u het ertoe kunnen laten leiden dat die mensen één van die woningen toegewezen krijgen met spoed? Want ze hebben 7 jaar een grondaanvraag gedaan en we willen weer laten zien dat we door vereende krachten mensen kunnen helpen. Dus ik wilde uw invloed vragen om te zorgen dat die mensen zo snel mogelijk een stuk grond, of tenminste dat zo'n huis krijgen toegewezen. Ik ga dus... Meneer Rondeusker, om het daarheen te leiden dat het verzoek gehonoreerd wordt. Zoals ik u eerder zei, is de situatie hetzelfde gebleven. We brengen een interview van de gedupeerden die vol verwachtingen uitkijken naar een betere situatie. We brengen ook een reactie van de nieuwe DC, mevrouw Esayas. Uw aandacht daarvoor. Enkele afleveringen geleden waren we hier in Koroni om hulp te bieden aan een familie die een woningnood zat. Want de plek waar ze zaten... En de DC had ons eigenlijk zijdelings beloofd dat ze een van die woningen waar nu houtluizen in wonen zouden krijgen. We zijn even komen piepen of het ook waar is. Jullie zijn nog niet verhuisd? Nee, nog niet. Want we moeten nog wachten, zegt de DC. Welke DC heeft dat gezegd? DC Esayas, onze nieuwe DC. Dus die is nu wel op de hoogte van uw situatie? Ik ben bij er geweest. Dat is een mevrouw? Ja, is een mevrouw. Ik ben bij er geweest. Dat is 2 weken terug, dacht ik. En ze hebben contact gemaakt met DC Sankar. En toen heeft DC Sankar gezegd van hij heeft contact gemaakt met sociale zaken. Maar het is niet meer dat huis wat ze me hadden toegewezen. Het is een andere huis, maar het moet ontruimd worden. Wacht even, er zijn 50 huizen hier waarvan meer dan de helft leeg is. En dan kiezen ze voor een huis waar er iemand uitgezet moet worden om jullie erin te zetten. Ik weet niet of iemand... Of moet het opgeruimd worden, want ontruimen en opruimen zijn twee... Ontruimen, als ik goed heb verstaan, is het ontruimen. Toen heb ik gezegd van, als er iemand in dat huis is, is het wel niet leuk dat de persoon dakloos wordt en ze mee erin zetten. Dus moeten ze het maar laten, maar ze zouden gaan onderzoeken. Maar de DC zegt ze gaan onderzoeken en kijken hoe ver het staat. En dan hoor ik wel van ze. Onderzoeken met vertraging lijkt het wel, hè? Ik weet niet. Maar u hebt geduld leren betrachten ondertussen. Als ik zoveel jaren heb kunnen wachten, laat me die paar maanden toch wachten. Maar op den duur is het ook niet uit te houden. Oké, hoe staat het met jullie perceel? Hebben jullie daar wat over gehoord? De DC zegt, ik moet even afwachten. Dus of het huis, als er iemand in dat huis is, wat de DC Sankar had gezegd, dan gaan ze me dat huis niet meer geven, maar dat perceel. Dus of-of? Of-of. Dus niet en-en? Niet en-en, of-of. Oké, okay, hoe gaat het met uw man? Hij gaat wel de betere hand, zie ik. En hij vraagt me wel elke dag wanneer de dag komt dat wij verhuizen. Ja, natuurlijk, is dat is de hoop die hij heeft. Ik moet hem maar elke dag geruststellen en zeggen, leg alles in Gods handen en we krijgen wel oplossing. We hebben de overheid gevraagd voor een woning. We hebben gevraagd of ze uw perceel kunnen toewijzen. Er is nog geen schot in de zaak, maar er hebben wel andere mensen gereageerd, hè? Ja, ik heb mevrouw Van de Akker van constructiebedrijf Rimacon bereid gevonden, want ze was dan die woensdag hier gekomen om te kijken. En dan heeft ze me gezegd van, als ik een van die huizen krijg, is ze bereid om me af te bouwen. En dan heb ik ook materiële hulp gehad uit Nederland. En dat geld uit Amerika is er ook al. Het antwoord is alleen bij de overheid waar ze me gaan zetten. Want ik mag dat geld niet gaan halen als ik nog geen bewijs heb dat ik een perceel heb of een van die huizen. Dus op hun wacht ik nu. Groet even voor 12 familie. We merken het weer. De particulier, die wil. De Surinamer, de Amerikaan, de Nederlander, ondernemers in het land. Dankjewel, Ulrike. Toffe meid. Iedereen wil. Waarom moet het dan wachten zijn op die overheid? Mensen, alsjeblieft. Take your time and run. Goeiedag, burgermoeder. Hoe gaat het met u?
Zoals u ziet, maak ik het prima. U bent om kennis te maken met de grote 1 voor 12. Kunt u even voorstellen? Mijn naam is Irene Yvonne Isaias, DC van het district Koroni. Hoe gaat het met het district sinds u hebt overgenomen? U hebt daarnet meegemaakt dat ik een diensthoofdenberaad had. Ik heb daarnet gesproken met alle diensthoofden binnen het district. En je schrikt ervan hoeveel te doen is binnen het district. Overal, haast iedere ministerie. Alleen bij onderwijs lijkt het een beetje goed te gaan. Maar voor de rest zitten we helemaal vol met problemen. En ze moeten op de een of andere manier worden opgelost. We gaan niet uit de weg voor problemen. Ik ben er. Ik ben van Koroni en ik ben er voor Koroni. Dus samen met die totale gemeenschap zullen we wel oplossingsmodellen moeten gaan zoeken om ze uit de weg te halen. Ik heb het al door. U gaat zorgen voor eenheid die er niet echt is in Koroni. Als ik zo de rijstboeren of de boeren hier spreek, is er verdeeldheid bij de boeren. Ik neem aan dat er op andere vlakken verdeeldheid is. Hoe gaat u omgaan met die verdeeldheid om te komen naar die nodige eenheid? Ik heb zo meteen, er zijn 2 groepen binnen Koroni. Ik heb ze uitgenodigd. En ik ontvang ze zo meteen. En dan ga ik hun problemen aanhoren. En dan ze bij elkaar brengen. Ja. Als het mogelijk is. Je hebt een sterke lijm, neem ik aan. Nou, het zit in me. Oké. Okay. Wij zijn, onze historie met Koroni is enorm. Tata Colin school, we hebben net een mooie rolstoel mogen aan Willy. Maar we hebben achtergelaten enkele afleveringen geleden een familie, Surinaamse familie van Javaanse afkomst, in een loods. Op een manier waarop we dachten van, hey, er is hulp nodig. We hebben toen de DC Shankar ingeschakeld. Die heeft bijna toegezegd dat hij iets zou doen voor de mensen. Tot onze schrik blijkt er nog niet veel te zijn gebeurd. Bent u op de hoogte van het voorval en het geval van de mensen? Zeer zeker. Ik heb een gesprek gehad met de vrouw van die meneer. Ze is hier gekomen en ze is teruggegaan met een blij gevoel. Waarom zeg ik blij gevoel? Morgen komt er iemand van sociale zaken naar Koroni. Ze hadden eigenlijk een woning, een van die volkswoningen daarachter toegewezen. Maar wat blijkt? Dat huis bezet is. Er wonen mensen in? Er wonen geen mensen erin. Ja, die houtluizen, hè? Maar in elk geval, ze zijn toegewezen. En de betrokkenen, die komt haar verplichtingen na. Dus dan kan je het niet van die persoon weghalen en aan een ander geven. We onderkennen het, dat die familie in heel grote nood verkeert. Maar als je het wegpakt van de ene, dan heb je de andere geholpen, maar wat doe je met de ene die zijn of haar verplichtingen nakomt? Dan krijg je weer een probleem. En ik wil niet hier oplossen en daar moet je weer een oplossing voor gaan zoeken. De problemen moeten uit de wereld dus? Ze moeten uit de wereld. Je moet beide mensen. In elk geval, het zijn niet beide mensen. Het is maar om die ene mevrouw. Er moet een adequate oplossing komen voor die mevrouw. Komt er één en hoe snel?
Want eigenlijk ligt het bedrijfsleven te trappelen om te helpen. Er komt een. Die mevrouw krijgt een perceel toegewezen. En dan moet er nog een paar verplichtingen gedaan worden. Zoals, ik weet het niet, een landmeter moet nog komen om het terrein af te meten. Noem maar op. En dan denk ik dat er iemand, een stichting, klaarstaat om een woning voor die familie op te zetten. Nou, er is sowieso een bedrijf die eigenlijk het bestaande woning die ze aanvankelijk zou krijgen, zou afbouwen. Maar uiteindelijk staan er genoeg mensen klaar om te zorgen dat ze er zijn. Wat is de termijn dat u denkt dat de overheid in staat is om de landmeters te werken? Want de wettelijke verplichting is 6 maanden. Hè? Lukt het nog voor die 6 maanden? Het hangt ook deels af van de familie zelf. Oh ja, de 4 kaarten die ze moeten maken en noem maar op. Ja, dat we wachten. En zodra ze dat hebben, dan willen we dat doorsturen naar het domeinkantoor om verder zijn werk te doen. Burgermoeder Isaias, ik wil u heel veel succes toewensen. Vooral met de eenheid die nodig is in Coroni. En natuurlijk om het te zorgen dat die ontwikkeling die Coroni hard nodig heeft, ook komt. Dank u wel voor dit moment. En met alles wat in mij zit, zal ik als het ware bij elkaar krabbelen. Om die saamhorigheid, die eenheid die ons alleen maar kan binden, te brengen binnen de Coronianen.